Wijchen wil als eerste gemeente in Nederland zelf een asielzoekerscentrum bouwen. Er kleven volgens het college nog wel een aantal risico's aan de plannen. Die bijvoorbeeld kunnen ontstaan als gevolg van het vergunningentraject en de marktsituatie. En verder in de nieuws vandaag, stoomgemaal de Tuut en Appeltern buiten gebruik door ooievaars. En Herne is helemaal klaar voor het EK. Wijchen wil als eerste gemeente in Nederland zelf een asielzoekerscentrum bouwen om het daarna te verhuren aan het COA. Tot nu toe huurt het COA altijd alleen de grond van de gemeente om er vervolgens zelf een AZC te realiseren. Het college van BMW van Wijchen wil 21 miljoen euro vrijmaken voor de bouw en exploitatie van het centrum. Om uit de kosten te komen moet het AZC geen 5 jaar, maar 10 jaar blijven staan. Het is al langer bekend dat er in Wijchen aan de Teersdijk een asielzoekerscentrum gaat komen voor de opvang van 300 personen. Tot nu toe was het steeds de bedoeling dat de gemeente, zoals gebruikelijk, alleen de grond ter beschikking zou stellen aan het COA. Dat er daarna een accommodatie zou gaan bouwen en exploiteren. Door de grote toestroom van migranten is het bij de COA momenteel echter zo druk dat ervoor gekozen is om een andere constructie te gaan uitproberen. Gemeente Wijchen krijgt een landelijke primeur voor deze pilot. Er kleven volgens het college nog wel een aantal risico's aan de plannen, die bijvoorbeeld kunnen ontstaan als gevolg van het vergunningentraject en de marktsituatie. Daarnaast zouden de werkelijke kosten wel eens hoger kunnen zijn dan begroot. Tot slot is er ook nog het risico dat de nieuw te vormen regering de spreidingswet gaat intrekken. Dat zal de gemeente er echter niet van weerhouden om toch door te gaan met de opvang van asielzoekers. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met de plannen om 21 miljoen euro te gaan uitgeven voor de bouw van het AZC. Als de raad op 20 juni instemt met het investeringskrediet, dan kan de gemeente na de zomer in gesprek met de omwonenden. Vervolgens willen ze de omgevingsvergunning aanvragen. Naar verwachting kan het AZC dan in 2025 openen. Zowel de gemeente Wijchen als het COA waren vandaag niet in de gelegenheid om voor de camera te reageren. Geen stoom uit de schoorsteen van stoomgemaal De Tuut in Appeltern dit jaar. Een ooievaars-echtpaar heeft de schoorsteen uitgekozen om haar hun nest te bouwen. En dat betekent wachten op de mogelijke geboorte en het uitvliegen van de jongen. Tot die tijd is de schoorsteen buiten gebruik voor het stoomgemaal. Geen stoom uit de schoorsteen tijdens de stoomdagen. Voor de medewerkers en bestuur een grote teleurstelling. Dus dit jaar hebben we geen stoomweekenden met stoom. Ja, we zijn een beetje gehandicapt dit jaar, omdat een echtpaar ooievaars heeft gekozen voor de schoorsteen van De Tuut. En dat betekent voor De Tuut dat het hele jaarprogramma niet op de gewenste wijze door kan gaan. Want wij hebben 5 stoomweekenden dit jaar gepland. En dan willen wij dus echt stoken, want dat maakt het ook juist zo aantrekkelijk dat je het zweet van de mensen die stoken en het vuur ziet en de kolen en dat de machines draaien, dat met de herrie, met het geluid dat je dat voortbrengt, dat is het extra aantrekkelijke van het stoomgemaal en dat moeten we dit jaar dus missen. De verwachting is dat in augustus de ooievaarsjongen geboren gaan worden en daarna gaan uitvliegen. Daarna zal de schoorsteen vrij zijn. Ja, dat is ongewis. Want kijk, als die uitgevlogen is, dan zit er nog het nest. En je hebt een zorgplicht als eigenaar van het stoomgemaal. Ook voor de ooievaars, dat is het bijzondere. Dat betekent dat wij het nest niet kunnen verplaatsen. Dan moeten wij dus eerst ontheffing aanvragen. Dat zal bij de provincie moeten. Daar zijn we nou mee bezig om het uit te zoeken wat er nou precies komt kijken. Wij moeten ontheffing vragen om het nest te kunnen verplaatsen. En dat betekent dat wij een voorziening moeten aanleggen waar het nest naartoe kan. En daar hebben we plannen voor, want we hebben hier natuurlijk een prachtige parkeerplaats. En we willen daar dan een plek creëren voor het nest. En dat die dan volgend jaar uitgenodigd wordt om daar te gaan nesten in plaats van op de schoorsteen. Voor de reeds geplande stoomweekenden wordt het programma aangepast. We hebben de weekenden zijn wel gepland en blijven ook gewoon staan. Maar dan moeten we een alternatief programma aanbieden. En dat doen we ook. Die mensen die dus door de week binnenkomen, maar ook dus nou het komend weekend, die gaan met iPads door het stoomgemaal. En die hebben een beleving als ware het feit dat het stoomgemaal in bedrijf was. De ChristenUnie in Overbetuwe wil toch niet deelnemen aan het nieuw te vormen college in die gemeente. De fractie trekt zich terug uit de onderhandelingen.
Je moet als partij met maar één zetel realistisch zijn over wat je kunt betekenen, zegt fractievoorzitter Gerdien Maaien. Ook zonder de ChristenUnie kunnen de resterende onderhandelende de fracties nog een meerderheidscollege vormen. Vorige maand viel het college in Overbetuwe uit elkaar door een breuk in de GBO, de grootste partij van die samenstelling. Ook zijn hierop twee wethouders vertrokken. Het college van BNW wil vooralsnog verder met de overige drie wethouders. De kleine ingreep aan de Maas- en Waalweg staat inmiddels gepland voor begin september. Er worden dan ribbels en reflectoren geplaatst op de middenstrook om automobilisten te waarschuwen wanneer ze op de verkeerde weghelft dreigen te raken. Ook plaatst de provincie borden uit de Mono-campagne om weggebruikers erop te wijzen zich niet af te laten leiden door bijvoorbeeld mobiele telefoons. Eerder stonden deze werkzaamheden gepland op 24 en 25 mei, maar toen kon het niet doorgaan vanwege het slechte weer. Bloemrijke dijken zijn net zo sterk als grasdijken, blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit. Met een groot apparaat dat golven nabootst is dit onderzocht. En dat is goed nieuws, want dijken met diverse gras- en kruidensoorten zien er niet alleen kleurrijker uit, ze kunnen ook bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit in ons land. Doordat de dijken door het Nederlandse landschap slingeren, kunnen ze daarnaast ook een verbindende factor zijn tussen de verschillende ecosystemen. Na weken van aftellen is het vandaag zover. Het EK voetbal in Duitsland gaat van start. Onze oostenburen spelen vanavond de openingswedstrijd tegen Schotland. Het Nederlands elftal begint zondag aan het toernooi, dan is Polen de tegenstander. Ondanks dat het nog twee dagen duurt, zijn de voorbereidingen voor zondag in Herne al in volle gang. Herne verandert tijdens dit EK in een waar Oranjedorp. En dat is niet voor het eerst. Het is inmiddels namelijk een ware traditie geworden. Tijdens eindtoernooien waar het Nederlands elftal aan meedoet, kleurt het hele dorp oranje. De traditie is begonnen tijdens het succesvolle WK van 2010. Het is allemaal in 2010 begonnen. Dat eigenlijk een vriendengroep hier heeft gezegd van god, we willen in Herne zorgen dat het nog meer naar voren komt. Die oranje koorts als het ware. En daar willen we groot nieuws mee bereiken. En sindsdien is dat echt een doorgaande traditie te worden. Om de twee jaar het hele dorp in oranje te toveren. Zorgen dat er activiteiten zijn van alles nog iets. En dat daar zijn we druk mee. Naast het bekijken van de wedstrijden van het Nederlands elftal worden er allerlei activiteiten georganiseerd in het Oranjedorp. Van alles. We hebben heel veel activiteiten. Zondag hebben we goud voor jong en oud. En dat is eigenlijk de bedoeling dat de opa's en oma's en kleinkinderen hiermee naartoe nemen. Daar hebben we springkussen, ze gaan een dansje leren. Wat hebben we nog meer? Oude beelden van oude W- en EK's worden laten zien. En ook wat activiteiten voor de ouderen. Gratis koffie en thee voor iedereen. Dus daar hebben we van allerlei leuke dingen georganiseerd. Volgende week tijdens de wedstrijd tegen Frankrijk hebben we een barbecue vooraf. Dan komt hier de vleespartner, die komt hier een complete catering verzorgen. Complete barbecue, alles erop en eraan. En daarna met z'n allen met een biertje in de hand de wedstrijd kijken. En de laatste wedstrijd willen we eigenlijk een Tiroler wedstrijd van maken. Want ja, tegen Oostenrijk. Dus daar komt iedereen in de dirndl en de lederhozen bij ons in de tent de wedstrijd kijken. Dat is de bedoeling. Ook voor dit Europees kampioenschap slaat de Oranje Koorts dus toe in Herne. Ja, enorm. Dus hier zeker aanwezig. En dat komt ook omdat hier enorm veel tijd en energie wordt ingestoken. Iedereen vindt het leuk, omdat het jong en oud erbij betrokken wordt. Voor ieder wat wils. En dat maakt het dat het hele dorp er echt wel naartoe leeft. Zeker. En met het vertrouwen in Oranje zit het in Herne ook wel goed. Ja, en als we nou echt een vaste voorspelling moeten hebben, waar denkt Herne dat het Nederlands elftal gaat eindigen? Kampioen. 100%. Zeker. Sta ik als één man achter. Ja, het weer is nog steeds verre van zomers te noemen. Na een koele en grijze dag is er opnieuw slecht weer op komst. Vanavond blijft het nog grotendeels droog en is de zon zelfs nog even te zien. Maar vannacht trekken er alweer stevige buien over het land, waar we ook zaterdagochtend nog last van houden. Daarbij waait het stevig, lokaal windkracht 5, en er kan lokaal ook veel water in korte tijd naar beneden komen. Ook de dagen na blijft het wisselvallig. Er zijn van tijd tot tijd buien en tussendoor zijn er ook droge perioden. Wel ligt de temperatuur met zo'n 20 graden iets hoger dan de afgelopen week. Maar veel zullen we daar dus niet aan hebben. Tot zover het RN7 regionieuws van vrijdag 14 juni. Kijk voor het laatste nieuws uit jouw buurt op onze website of op de gratis RN7 app. Zo meteen zie je een RN7 special, want het Europees kampioenschap van 1988, dat begon eigenlijk een klein beetje in onze regio. Hoe dat zit, dat zie je zo meteen in de special. Maandag zijn we weer bij je terug, dus voor nu een heel fijn weekend en graag tot dan.